Ja, als het niet goed gaat met een club qua resultaten, dan gaan supporters zoeken naar de oorzaak. De staf uiteraard ook, spelers ook. Wat is volgens jou de oorzaak waardoor Sparta nog niet staat waar jullie willen dat ze moeten staan? Ik denk dat het in eerste instantie met vertrouwen te maken heeft. Wat ook in de krant wordt gezegd, dat we met angst voetballen en zo. Ja, dat zie je misschien ook wel terug op het veld. We hebben nog niet het vertrouwen van, we pakken deze tegenstander, die pakken we in. En dat moet wel absoluut groeien. En daar hebben wij zelf de grootste invloed op. Wat er wel vreemd is, toen al die nieuwe spelers kwamen, waaronder jij, was er best wel vertrouwen op het kasteel. Op een gegeven moment is er toch, na een paar wedstrijden, die angst waar je over spreekt, ingeslopen. Hoe komt dat, denk je? Ja, het is lastig om daar zo een vinger op te leggen. Alleen, het heeft ook met resultaten te maken. Als je de voorbereiding kijkt, waarin het allemaal nog vrij ontspannen is, dan loopt het vrij aardig bij ons. En vanaf het begin van de competitie sluipt er een soort van voorzichtigheid in. En als het om het echt niet gaat of zo. En dat moet eruit. We moeten gewoon vrij in onze kop zijn. En we kunnen allemaal gewoon goed voetballen. En dat moeten we gewoon laten zien. Ik begrijp dat er deze week een gesprek is geweest van de Spelersraad over het feit dat er meer plezier op de training moet komen. Is dat inderdaad een oorzaak? Is dat aan de orde? Ja, we hebben met z'n allen gesproken. Hoor. Dat was niet alleen de Spelersraad, daar was de staf bij, daar waren de spelers bij. En we hebben gewoon eerlijk naar elkaar toe gezegd van wat kan er beter, wat zijn onze krachten, wat zijn onze mindere punten waar we absoluut aan moeten werken. En wat zijn onze waarden daarin, wat moeten wij als team gaan uitstralen en waar moeten we ons aan houden. En ook absoluut elkaar daarin corrigeren. En dat was een goed gesprek. En vervolgens is de stap, wat ga je ermee doen? En wat gaan jullie ermee doen? Heb jij het gevoel dat het inderdaad gebaat heeft? Nou ja, zo'n gesprek heeft altijd, dat heeft altijd denk ik een positieve invloed op je. Alleen, wat doe je ermee? Dat moeten we nu laten zien. En ik vond dat er deze week al absoluut meer plezier was. En wij moeten gewoon, een overwinning heeft ook absoluut, speelt daar ook een rol in. En wij moeten morgen gewoon weer verder gaan en stoïcijns gewoon doorwerken aan de plannen die we hebben. Ja, want hopelijk lukt dat in Den Bosch, een overwinning. Jullie zijn in ieder geval weer, ten opzichte zeker van de afgelopen weken, wat meer compleet. Even kijken. Ja, nou, Jamie en Mark zijn natuurlijk nog wel weg. Alleen de rest, Tony viel gisteren bijvoorbeeld uit. Die is dan gelukkig weer bij. Joshua had een beetje last. Die zijn er gelukkig volgens mij allemaal wel bij. Dus we moeten ook gewoon, vind ik, niet te veel lullen zeg maar, over de wedstrijd en over wat onze plannen zijn. Maar wij moeten het vooral in het veld laten zien met z'n allen. Gaat Sparta nog wel uit van de eigen kracht of is het ook door de resultaten wat meer aanpassen aan de tegenstander inmiddels? Ik vind juist dat juist beter is geworden. Ik vond dat we in het begin natuurlijk, zag je ons ook veel compact staan en inzakken. En ik vind dat we juist nu wat meer druk gaan geven. En dat gaan we morgen ook doen. Dus ik vind juist dat we wat meer uitgaan van eigen kracht. Ten slotte, dat gesprek waar je het eerder over had ook. Is dat nou iets wat heel gebruikelijk is in de voetballerij? Of toch best wel bijzonder dat jullie relatief vroeg in het seizoen al een soort spoedberaad moeten beleggen? Ja, nou, bij Groningen heb ik het ook zeker 3 keer in het jaar gehad. Dus voor mij was dat persoonlijk gewoon een gesprek zoals dat wel vaker gaat. En het is sowieso om elkaar de waarheid te zeggen en op een papier te zeggen van waar we voor staan. En dan kunnen we elkaar daar ook aan houden. En dan staat het allemaal opgeschreven wat we zelf hebben opgeschreven. Dus dat is alleen maar goed. Dus dat vind ik niet raar. Ben je als aanvoerder dan ook een van de initiatiefnemers voor zoiets? Je bent natuurlijk wel een aanspreekpunt. En je moet je natuurlijk wel laten horen als aanvoerder. Dus dat is gezien mijn rol vorig jaar is dat wel verbeterd, zeg maar. Dus ja. Dat is normaal.